Maar eerst de brand die 20.000 kippen gisteravond het leven kostte in het Gooi. Bij die brand is asbest vrijgekomen. Een gespecialiseerd bedrijf is een veld met verdachte neergekomen deeltjes aan het onderzoeken nu. Het was flink schrikken, het bedrijf waar de brand was. Had niet alleen kippen, maar doet ook in fruit. Van de loodsen en koelcellen is niet veel meer over. En de schade is dus groot. Mark van der Wel is in het Gooi. Mark, weet je al hoe de brand begonnen is? Nee, dat moet onderzoek nog uitwijzen. En voordat dat kan, dan moet eerst het terrein vrijgegeven worden. Nou, zoals jullie achter me zien, zijn er nog steeds mannen in witte pakken bezig met het opruimen van die kleine asdeeltjes die zijn vrijgekomen gisteravond bij die brand. Dus dat moet nog een paar uur gaan duren. Daarna kan het vrijgegeven worden. En dan in de loop van deze week zal de oorzaak mogelijk bekend worden. Ik ben vandaag vroeg hier al geweest, net als gisteravond toen ik hier ook was. En ik heb de volgende reportage gemaakt met de bewoonsters. Het erf van de familie Vernooy in het Gooi vanochtend. Het lijkt wel een oorlogsgebied. Smeulende resten van wat eens kippenschuren en koelcellen voor fruit waren. En brandweermannen die nog maar net klaar zijn met blussen. Ik heb wel in bed gelegen, maar ik heb geen oog dicht gedaan. De hele film die komt iedere keer weer voorbij. Gisteravond breekt even na 7 uur op het terrein van de familie Vernooy een grote brand uit. De rookpluim is tot in Utrecht te zien en de brandweer moet alle zeilen bijzetten om het vuur te bestrijden. De moeilijkheden zijn met name de waterwinning, omdat het natuurlijk een landelijk gebied is. Moet het water van wat verder komen. Dus vandaar ook dat ze een groot watertransport hebben gevraagd. Die hebben ze verderop in een groot meer neergelegd. Uiteindelijk lukt het de vlammen te blussen, maar het bedrijf is voor een aanzienlijk deel in de as gelegd. Petra Vernooy is thuis als de brand uitbreekt. Ze vliegt naar buiten als ze een paar knallen en geknetter hoort. Op de plekken waar ze de grasmaaien altijd neerzetten, daar was allemaal vuur en van alles en nog wat. En dus mijn eerste reactie was, mijn kinderen zitten daar nog in met z'n tweeën. Zij is 14 met mijn jongste zoontje, we waren samen op die grasmaaier aan het rijden geweest. Ik denk, die zitten daarin, die zijn weg. Al snel blijken haar twee kinderen veilig binnen te zitten. Op dat moment hoort Ans van de Boogaard ook van de brand. Ze werkt al 9 jaar voor Vernooy. Ans komt vandaag de schade opnemen. Een van de kippenschuren met 20.000 kippen, haar werkgebied, is er niet meer. Wat rest is... Een verbrand ei, die we gisteren nog geraapt hebben. En allemaal verloren. Gisteravond krijgt Ans een bezorgd telefoontje van haar dochter. Met haar man vliegt ze naar het Gooi, maar even buiten het dorp wordt ze tegengehouden. En daar zei de politie dat het de kippenschuur was. Ik stond te trillen op mijn benen. Ik vond het zo verschrikkelijk. Zo erg. Petra belt als de vlammen inmiddels al uit het dak slaan haar man, die nota bene zelf vrijwilliger is bij de brandweer. Zijn collega's staan even later al voor de deur. Een aparte gewaarwording voor Petra. De jongens waar je normaal gesproken, als je een dagje uitgaat en een biertje mee zit te drinken, die staan nou jouw spullen te blussen. Die zijn gewoon hartstikke druk voor je. Ze zijn hartstikke druk voor je aan het werk. Dat is echt, bijzonder. Nu de brand geblust is, begint het voor de familie Vernooy pas. De oogst moet verwerkt worden. Maar waar ga je het fruit opslaan zonder koelcellen? Het zijn voor Petra zorgen voor later. Eerst wil ze samen met haar gezin bijkomen van de schrik. Het dorp staat in ieder geval voor ze klaar. De buren hebben zo goed geholpen allemaal. Iedereen was er gelijk. En ik werd gek ge-sms'd en gebeld. Bijzonder, echt bijzonder. Mark, nog steeds in het Gooi. Dat bedrijf had ook een groep Polen in dienst. Hoe is het met die mensen? Nou ja, naar omstandigheden goed, want ze zaten niet in de schuur toen het daar in de brand vloog. Maar ze hadden daar wel verschillende caravans staan waar ze hierin leefden. Nou, al die caravans die zijn door het vuur compleet onbewoonbaar geworden. Sterker nog, daar is helemaal niks van over. Maar bedrijven hier in de buurt, bevriende bedrijven van de familie Vernooy, die hebben gezegd van wij hebben nog wel wat kamers over. Dan kunnen ze daar in ieder geval slapen. Dus wat dat betreft zijn ze hun spullen kwijt, maar zijn daar geen gewonden gevallen. En Mark, bij de brand, je zei het eerder al, is asbest vrijgekomen. Is al bekend of dat gevaarlijk is? Nou, de gemeente Houten, waar het Gooi onder valt, die heeft met de bewoners gesproken, een brief gestuurd en ook een persbericht uitgedaan. Daarin staat dat het asbest niet direct voor gevaar zorgt. Het is neergekomen in een straal van zo'n 100, 150 meter buiten het terrein waar het bedrijf zich op bevindt. Ze zijn wel druk aan het schoonmaken, dat wel. Alleen, ik heb net ook iemand gesproken die rommel opruimt. En die zegt van het zijn geen hele grote hoeveelheden. En we hebben het binnen een paar uur opgeruimd. Dus een heel groot probleem moet dat niet worden. Nee, nou staan daar in de buurt heel veel boomgaarden. Mark, hebben die te lijden gehad onder de brand verder?
Nou, toen ik hier gisteravond was en het vuur echt in alle hevigheid aan het fikken was, toen sloeg de rook op een goed moment neer in een van die boomgaarden. En toen had ik wel voor mezelf het idee van, nou, als dat maar goed gaat, want ja, dan krijg je een wat rokerig smaakje aan je peer. En dat lijkt me toch niet heel erg fijn. De brandweer zei toen van, nou, we kunnen die oogst min of meer als verloren beschouwen. Maar ik heb net ook weer van de meneer die hier het asbest heeft opgeruimd gehoord, dat fruit het beste eten is. Het oogstseizoen is pas over een paar maanden. Wat dat betreft zijn de vruchten die aan die boom hangen nu nog heel erg klein. Dus als dat helemaal volgroeid is en schoongewassen is, dan is dat prima voor consumptie nog te gebruiken. Goed, Mark van der Wel in het Gooi, dankjewel.